Welkom bij Tiele aan tafel. Zometeen ga ik natuurlijk spreken met mijn kritische vrienden. Ik ga ook in gesprek met Jan Kees Koning. En bij mij aan tafel zit nu Alice Tjaden. En jij bent van de Rotary Tiel Waalstreek. En binnenkort gaan zij weer het beroemde concert in de kerk in Buren organiseren. Ja, dat klopt. Wij organiseren dat al sinds 1989. En wij proberen daar... Het doel van het concert is toch natuurlijk om heel veel geld binnen te halen. Zodat wij dat kunnen geven aan de organisaties die leven van giften en donaties. Ja, want ik wilde inderdaad even terug. Je bent van die Rotary. Wat doet die serviceclub nou inderdaad precies? Nou, de Rotary, wij zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk. Wij bestaan in 165 landen over de wereld. In totaal zijn er 1,22 miljoen mensen lid van deze serviceclubs. Dat is enorm. Dat is enorm. En de doelstelling die wij hebben is dat wij onszelf inzetten voor de maatschappij. En dat doe je soms met geld, maar dat doe je ook soms door dingen te doen. Een voorbeeld daarvan is dat wij mensen die langdurig werk zoeken helpen om goed in hun vel weer te komen te zitten, zodat ze weer beter kunnen solliciteren. En we gaan ook met ze uitzoeken van naar welke kant zou je nou op willen. Dat heet Job Rotary. Maar we doen ook een Rotary Doedag. Het lijkt op NL, Doedag, hè? Maar wij steken dan daadwerkelijk de handen uit de mouwen. En het voorbeeld daarvan is dat we een fietsenhok getimmerd hebben en geschonken hebben aan Tedingsweert. Nou, dat is inderdaad heel prachtig. En het andere, ons grote event per jaar is het concert. Het concert. En dat gaat 11 maart plaatsvinden. Dat vindt 11 maart plaats op onze voor ons vertrouwde plek in de Lambertuskerk te Buren. En de artiesten die daar komen is een beetje wisselend. Soms hebben we jazz, soms hebben we modern. En regelmatig hebben we klassieke artiesten. En wat gaat er nu komen? Er komt nu het Amatus Piano Trio en er komt Wishful Singing. En Wishful Singing is een groep van 5 vrouwen die in het verleden al een keer eerder bij ons geweest zijn toen ze nog niet zo bekend waren. En die dames zijn allemaal doorgegaan. Ja, die dames zijn heel goed doorgegaan en die zingen a cappella. En dat is in die kerk natuurlijk een prachtig geluid wat je daar krijgt. Ja. En het Amatus Piano Trio zijn hele jonge mensen. Die zitten nog op het conservatorium, volgen nog studie. Dus wij proberen altijd die combinatie te maken van nieuw talent, jong talent, met mensen die al wat langer meegaan. Ja, dat is toch... En het is ook altijd, we proberen ook altijd dat ze samen nog iets doen. Oh, dat is al dat heel Dat geeft toch iets extra's. Ja, ja. Ja. En als mensen daar naartoe willen, of mensen hebben zoiets van, ik wil meewerken aan zo'n Rotary. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dan kan ik het beste verwijzen naar onze website. Dat is www.concertburen.nl. Daar staat alle informatie op van dit concert. En daar staat ook informatie op als je toch nog een bijdrage wil leveren, zodat wij de ander weer kunnen helpen. Wij noemen dat ook wel help ons helpen. Wij hebben nog een sfeerimpressie van zo'n concert, hoe dat eraan toe gaat. Want dat zijn de opnames van vorig jaar. Gaan we nu even naar kijken. De Rotary Tiel Waalstreek heeft zaterdag 19 maart in de Lambertuskerk in Buren haar jaarlijks concert georganiseerd. Onder grote belangstelling, waaronder de burgemeesters van Tiel, Buren en West-Maas en Waal, werden cheques uitgereikt aan de Stichting Leergeld en het Toon Hermanshuis Tiel. Het publiek kon genieten van diverse optredens, waaronder de jazzzangeres Denise Jenna. Nou, dat zag er erg interessant uit. En ik zag ook dat er aan het einde cheques worden uitgereikt. Wat waren de goede doelen vorig jaar? Vorig jaar hebben wij een cheque uitgereikt aan het Toon Hermanshuis. Dat is een organisatie die zich inzet voor mensen met kanker. Voor de hele regio, dus niet alleen voor Tiel. En we hebben uitgereikt aan Stichting Leergeld. En dat gaat echt om kinderen een kans te geven om mee te doen in de maatschappij.
En die Stichting Leergeld doen we dit jaar weer. Dat doen we al voor de 6e keer. Ja, dat is een prachtig doel natuurlijk. Ja, dat is een heel goed doel. En zeker in de huidige maatschappij waar kinderen uit de gezinnen die het moeilijk hebben, dat die toch dat extra zetje kunnen krijgen en toch mee kunnen doen op de voetbalclub of wat dan ook. Ja, nou dat is inderdaad geweldig. Dat is heel belangrijk. En dat goede doel, dat blijft dus staan, ook voor dit jaar. Dat blijft voor dit jaar in ieder geval. Ja, dus mensen die dit bij willen gaan wonen, die zijn dus ook sponsor voor dat prachtige goede doel. Ja. Nou, reden te meer dus. Om daar actie op je aan te melden op de website, heel graag. En dat is inderdaad www.concertburen.nl. Nou, Alice, ik denk dat iedereen dit wel snapt. Dat dit heel erg belangrijk is en Ik hoop mensen die nog willen sponsoren ook te zien op de avond van het concert. Ja, die zijn uiteraard van harte. Van harte welkom. Dankjewel. Inmiddels is bij mij aan tafel aangeschoven Jan Kees Koning. En als ik hem zou moeten introduceren, dan zou ik zeggen een man met ambitie, een man met een missie, een FNV-parlementslid. Ja, hè? Een kandidaat. Kandidaat. Het is nog niet zo ver. Het is nog niet zo ver, want officieel is het zo tussen 1 en de 15 februari. Heel snel. Dat is binnenkort. Kunnen de FNV-leden stemmen op hun eigen sector. En ik ben van de sector media en cultuur. Ja, want jij hebt plannen. Ik heb een missie, ik heb plannen. Ik vind dat de werkgevers in het rivierengebied, laten we meteen het rivierengebied nemen. Ja. De Kamer van Koophandel en de werkgevers, lees de werkgevers, moeten zorgen voor goede scholing en zorgen dat de arbeiders of de mensen, ja, dat die op een goede manier, laat ik het anders zeggen, dat de werkgelegenheid op een goede manier wordt gewaarborgd in het rivierengebied. En het FNV-parlement als lid, nogmaals, ik ben nog steeds kandidaat. En half maart, zeg ik maar even voor het gemak, treed ik toe. En dan kan ik dus ook gaan praten met de Sociale Economische Raad bijvoorbeeld. Maar ook met Kamerleden en met Europarlementariërs. En wat ik gewoon wil proberen te gaan doen, in samenwerking met de werkgevers hier, is dat de werkgelegenheid hier in het rivierengebied gewoon optimaal wordt. Ja, beter en laat ik zeggen dat er een goed vestigingsklimaat komt. Ja, dat is en daar kan ik denk plan. Ik als FNV, toekomstig FNV-parlementslid, kan ik daar denk ik een stevige bijdrage leveren. Ja, nou, dat is al heel erg goed. En dan hebben we het inderdaad over regionaal. Ja. Maar jij wil nog veel groter. Denkt al veel groter. Ik denk inderdaad al veel groter. Ik denk ook al op nationaal niveau. En dat betekent dat ik mijn missie is om een aantal conferenties te gaan organiseren met werkgevers, dus mensen van VNO en NCW de vakbond en de Nederlandse overheid. Lees de nieuwe Nederlandse regering die in binnenkort wordt aangesteld. Ja. Precies, laat ik zeggen, we krijgen binnenkort verkiezingen en daar ga ik dus ook binnenkort mee in contact. En overigens wil ik ook graag met de werkgevers hier in het rivierengebied in contact treden van wat zijn de problemen, hoe kunnen we een aantal dingen oplossen. Nou, en zo ga ik dus ook op het nationaal niveau, ga ik dus alle sectoren af, dus in de petrochemie, de bouw, de ZZP'ers, laat ik zeggen, hoe gaan die arbeidscontracten eruit zien na de volgende verkiezingen? Want dat er een aantal dingen gaan veranderen. Ja, dat lijkt me duidelijk inderdaad. Dus er ligt nog een hele enorme, maar ook schone taak voor jou. Ja, en laat ik zeggen, tot slot zou ik dan ook nog wel even willen noemen dat richting het Europees Parlement
wil ik toegang geven, of laat ik zeggen, het FNV-parlement wil ik toegang geven tot het Europees parlement en tot de Europese Commissie. Want het gaat om invloed. En wat ik wil is dat er draagvlak komt voor het FNV. Laat ik zeggen, voor het ideaal van de FNV. En dit mediaoptreden helpt daar zeker bij. En daar wil ik graag het land mee rondtrekken. Zodat we het FNV-parlement duidelijk wordt wat hun ambitie is en wat hun taak is namelijk. En die taak is dat we het federatiebestuur, dus de voorzitters, moeten wij gaan controleren. En daarnaast moeten we zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd, wat de komende 4 jaar moet worden uitgevoerd. En er moet nieuw beleid worden ontwikkeld. En dat onder andere dat nieuwe beleid is, wat mij betreft, handelsverdragen. Kijk maar naar TTIP. En ook het betrekken van jongeren en vrouwen. Ja. Heel goed. Dan ga je het nog heel erg druk mee krijgen. Ja. Nou, zullen we afspreken dat we daar gewoon later nog een keertje op terug gaan komen als alles zover is? Wij spreken elkaar spoedig. Dat gaat helemaal gebeuren. Dank je wel, Jan. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. We hebben aan tafel Astrid de Groot en Mark Paulus. Welkom. We gaan het hebben over innovatie. Er is een discussie gaande over wie er bij innovatie nou eigenlijk het voortouw moet nemen. Is dat de overheid of is dat nou de ondernemer zelf? Wat vinden jullie daarvan? Astrid, als ik bij jou mag beginnen. Mm-hmm. Dat is absoluut de ondernemer zelf. De ondernemers die moeten hun handen vrij krijgen. Dus de overheid moet zorgen dat er minder regeldruk is, minder bureaucratie, waardoor zij vrijheid krijgen om lekker te ondernemen en te innoveren. Dat gebeurt dan vanzelf. Ja, vind jij dat de overheid te veel bemoeienis heeft? Ja, ik denk dat de overheid net doet of dat zij degene zijn die innoveren, maar dat is niet zo. Dat doet het midden- en kleinbedrijf, voornamelijk. De motor van onze economie, 70%. En kun jij je daarin vinden, Mark? Ja, ik kan me daar wel zeker in vinden. Ik denk alleen dat het wel zo moet zijn dat de regio als een gezamenlijke inspanning die faciliteiten moet creëren. Want het bedrijfsleven is aan zet, maar kan dat alleen maar op het moment dat je niet vanuit gemeentes, maar met name regionaal gaat stimuleren. En dat je barricades weg gaat halen en dat je op die manier stimuleert dat het bedrijfsleven de volle vrijheid heeft om het maximale uit bedrijfsactiviteiten en dus ook uit productontwikkeling en andere innovaties te halen. Ja, en zou het dan zo zijn dat de gemeente daarin of ja, de overheid daarin zou moeten stimuleren? En op welke manier zouden ze dat dan kunnen doen? Ik denk dat met name de regels, de hokjes weg moeten. Dus dat daarmee ook de mogelijkheid wordt gecreëerd dat er sneller gehandeld kan worden en dat er ook op ontwikkelingen kan worden geschakeld. Omdat je anders als ondernemer te veel geblokkeerd wordt en dat je niet voldoende kunt anticiperen op de markt. Je wordt als ondernemer gewoon, dat spreek ik uit ervaring, gewoon helemaal doodmoe van alle regeltjes die er zijn. En als je dan die energie niet hebt, hè, dat je niet positief bezig bent, dan ga je ook niet innoveren. En vergeet niet dat innovatie enorm belangrijk is bij het midden- en kleinbedrijf. Want dat schept ook weer die mooie stageplaatsen voor die kinderen op school. Die veel moeten leren. En deze regio heeft daar echt behoefte aan. Ja, ik denk ook dat dat juist een heel sterk punt is. Op het moment dat de overheid zijn taak waarneemt om te faciliteren, dan is een van de belangrijke zaken ook dat ze onderwijsinstellingen en andere organisaties regionaal bij elkaar brengen die ondersteunend kunnen zijn aan het bedrijfsleven en waar een wisselwerking plaatsvindt. Waar het bedrijfsleven gebruik kan maken van onderwijs en daarin opdrachten kan leggen en met elkaar kennis kan delen en opleidingen daarmee een naam kunnen creëren en de toekomst voor de jeugd vanuit die kant ook heel goed kunnen benaderen. Ja, en niet alleen de toekomst van de jeugd, maar eigenlijk het hele rivierenland. Want als we het dan inderdaad deze regio bekijken. Want hoe innovatief is deze regio? Nou, ik denk al heel innovatief. Dat zou best veel meer aandacht mogen krijgen. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Defenture, wat legertrucks maakt.
die door de Amerikaanse leger gekocht worden. En dat is zo bijzonder. En zo zijn er veel meer voorbeelden hier in de regio die echt heel erg innovatief bezig zijn. Echt super. Ja. Dus ja, nu kost het dus eigenlijk gewoon veel te veel energie voor een bedrijf wat heel graag vooruit wil en die eindeloos bezig is met die regeltjes. Ja, precies. Ja. Absoluut. Wat je ook zult moeten doen, is dat je als regio gaat kijken waar je kracht ligt. Dat zie je in verschillende regio's in Nederland. Je hebt natuurlijk het traditionele traject in het Rijnmondgebied rondom alle havenactiviteiten. Je ziet in Eindhoven heel veel ontwikkelingen op het vlak van techniek en ICT. En regio Rivierenland zal ook op dat traject moeten kijken naar zijn kracht. En zijn kracht ligt onder andere binnen transport, logistiek, overslag. En een andere kracht ligt natuurlijk in het hele traject van de agrarische sector, waarin de fruitteelt een uitgelezen kans is om daarmee ook gezamenlijk op innovatief vlak verder te komen. Ja, en dat garandeert natuurlijk een stukje toekomst. Ja, precies. Op alle vlakken. Toekomst. Absoluut. Dus onze kinderen. Gewoon, onze kinderen inderdaad. Dus het zou gewoon allemaal makkelijker moeten kunnen. Ja, we moeten zorgen dat die kinderen niet weglopen naar de grote steden, maar dat ze lekker in Tiel blijven, hier mooi onderwijs kunnen volgen en de regio weer op een groot niveau brengen. Dat is prachtig. Ja, oké. Okay. Absoluut. Dank jullie wel. En dit was Tiel aan tafel voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Tot dan.